deel 3 van de derde tafelsessie op deze eerste dag op de vakbeurs Grootgroen Plus. We praten over hashtag 365 Green in de landen om ons heen op deze dag van de retail met Guy Hendricks, met Fokko Tsomulen, met Christophe Derbeze en met Gerard Stolwijk. We beginnen met een keuzevraag. Als je nu moet kiezen, kies je dan voor openbaar groen of voor de retail? Guy. Dat vind ik een moeilijke. Ja, dat is een moeilijke. Ik zou dan toch de retail nemen. Ja? Ik ben benieuwd waarom, maar daar gaan we het zo over hebben. Fokko? Retail. Christophe? Openbare groen. Openbaar groen? Ja. En jij, Gerard? 100% retail. 100% retail. Nou, dan gaan we bij jou beginnen. 100% retail. Daar heb je het meeste gevoel bij? Ja, dat is denk ik het mooiste contact met, ja, vind ik het mooiste kant. Ja. Misschien valt er niks te verdienen bij het openbaar groen in Engeland. Ja, ook wel. Maar daar moet je op gespecialiseerd zijn natuurlijk. Ja. Okay, dus die duidelijke splitsing. Waarom openbaar groen dan in richting Wallonië, Frankrijk? Daar zit dan de winst, daar kun je het meeste verdienen. Ja, ik denk makkelijk van in, voor de landen voor logistiek, ik denk. Van retail. Oké, dan kun je makkelijker contacten leggen, bedoel je dat? Ja, in Wallonië zijn niet veel mensen tussen en zijn zeer lange weg voor contact of iets. En, ik denk, dat betekent toch ook, denk ik, als ik het goed begrijp, dat er nog heel veel ruimte is en heel veel mogelijkheden zijn. Als je Wallonië en Frankrijk, ik noem maar onontgonnen gebieden, er is gewoon nog heel veel te halen. Maar hoeveel inwoners hebben we het over, Christophe? De Duitse markt is 80 miljoen mensen. Nederland zijn maar dan 16. Frankrijk? Frankrijk, 50? 60. 60? 60 miljoen. Het is best wel een vergeten gebied, hè? Als je ziet hoeveel we op Duitsland en op Engeland zitten. Maar ik denk dat het beter is als we zijn... openbaar groen. Want daar koos je voor, hè? Als je de keuze moet maken, openbaar groen of retail, dan kies jij voor openbaar groen. Ja, is ik denk makkelijk voor contact of iets te doen. Ja. Of ook voor de e-commerce of iets. Ik denk. Gemakkelijk, want altijd faxen en iets. Ik denk, communicatie bedoel je vooral, hè? Hoe je. Bij jou, voor de antaal antwoord voor niks. Ja. Bij jou, Guy, want ik vond dat een lastige. Ik vind het belangrijk ook om... Als je moet kiezen voor de toekomst, daar gaat het om, hè? Nou ja, goed. Dan kies ik ook wel in eerste instantie naar de retail. Ja. Omdat daar het grote deel van onze klanten liggen natuurlijk. Maar ik denk ook, als je kiest voor openbaar groen, dan heb je een iets wat langere weg te gaan. Dus eer dat je die mensen op dat spoor krijgt waar je het eigenlijk wil hebben gewoon. Dus, betekent toch ook weer dat er heel veel kansen liggen? Absoluut. Ja. Alleen misschien niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. En het is moeilijker te beïnvloeden, denk ik, dan met de retail. Ik snap het wel. Dat is in Nederland natuurlijk ook. Ik heb een vraag aan jou. We hadden het in de voorbereiding over Nederland en België, de leidende rol die Nederland en België heeft. Toen gaf jij een quote, toen zei je van Nederland en België moeten zoveel mogelijk waarde blijven toevoegen. Dat is niet alleen kwaliteit van planten, maar ook in toenemende mate informatie en inspiratie. Als je dat dan ziet in de retail en in de toekomst. Kun je dan uitleggen wat je eronder verstaat en welke kansen jij dan ziet? Ja, dan denk ik dat het neerkomt op het punt dat je zoveel mogelijk info met je product kunt meegeven. Gewoon, en inspiratie door beelden of door teksten die je kan aanleveren. Het aankleden van eventueel een promotietafel of dergelijke informatie dat heel belangrijk is. Communicatie denk ik dan ook aan bepaalde websites die achter je product steken. Bij ons gaat het dan bijvoorbeeld over de Ilex. Daar steekt een hele website achter, consumentgericht of professioneel gericht. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je naar je klanten toe helemaal meedenkt. Gewoon, dat ze het verhaal kunnen volgen gewoon. Ja.
Ja. Ik kom nog even terug op wat ik daar straks ook over had. Ik denk dat wij in Nederland nog heel veel hele goede andere ambassadeurs hebben. De Engelsen hebben het goed opgepikt. Ik denk een jaar of 3 geleden hadden ze in Londen in het Garden Museum tentoonstelling The Dutch are the best gardeners. Hè. Dan hadden we Piet Oudolf, Ton ter Linde, Gerritsen. Ik ben even zijn naam kwijt. Henk Gerritsen. Ja. Ja, daar zijn de Engelsen dan heel gevoelig voor. Terecht ook, denk ik. Ja. Hè. Maar dan met die 3 mannen zouden we in principe natuurlijk ook richting Frankrijk kunnen gaan. Of richting Oost-Europa of Wallonië mee kunnen pakken. Ik vind dat een gemiste kans. Ik vond het heel bijzonder dat het in Engeland aandacht aan werd besteed. En denk, die invloed hebben we als Nederlanders ook. Behalve dat we kunnen kweken en met noviteiten bezig zijn, hebben we nog wel meer kwaliteiten. Laten we een beetje liggen. Sowieso de vraag, heb jij het idee dat dat effect heeft gehad in Engeland? Ja, zeker. Dat heeft zeker effect gehad. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Over die invloed dan van die Nederlandse ontwerpers? In principe kom ik ongeveer 3 maanden per jaar zeker in Engeland. Dus ik kan de Engelse markt redelijk. Doe ik nu 30 jaar. Ik ben om 18e begonnen. Dus, maar de mensen zoals de Oudolf, die worden heel vaak genoemd in de gesprekken met klanten. Dus dat is toch wel van belang. Oké, okay, ja. En worden wij daar dan als Nederlandse kwekers beter van? Worden we zeker beter van, ja. Want kun je daar dat iets product, meer over vertellen? Wat hij gebruikt, wordt vaak weer met ons product gelinkt. Dus het moet dan voor die hele Nederlandse tuin te maken, moet het product ook maar uit Nederland komen. Ja. En wij een mooi product hebben natuurlijk in Nederland. Die tentoonstelling was ongeveer gelijktijdig met het Buy British tijdperk. Ik ben, is al voorbij eigenlijk. Ja, het blijft nog een beetje doorsukkelen. Dat vloekte niet met elkaar. Nee, totaal niet. Mooi samen gaan. Ja. En in principe, de Engelse kweker is toch iets duurder. Dus wij als Nederlands bedrijven zijn vaak goedkoper. Dus dat bij British, als het dan op prijs komt, dan wordt het toch gauw bij Dutch. Ja, heel goed. Ja. Hebben jullie in Wallonië, Frankrijk, ben ik niet zo in thuis, toonaangevende architecten die kunnen helpen om sortiment en de liefde voor of het enthousiasme voor tuinen te versterken? Ja, maar de tuinarchitecten in België werken altijd met dezelfde planten. Voor inspiratie zijn moeilijk. Moeten we ook nog iets aan doen. Nu, we komen met in de kwekerij met de tuinarchitect om te zien de bomen, de vaste plant. En daarna, ik denk, neem deze plant op zijn plan of zijn nieuwe projecten. Okay. Maar zijn een werk van elke dag. Elke dag een beetje. Dan heb je het echt weer over de samenwerking tussen de kweker en de architect. Ja, en elkaar opzoeken en samen elkaar versterken, doe je dan. Dat is onze bedoeling. Samenwerken met de tuinarchitect of ook met de mensen die op de stad die nemen de planten. Ja. Oké. Is in Duitsland iets gaande met die goede Nederlandse architecten zoals Piet Oudolf of plantkunstenaars, moet ik misschien een beter woord. Nee, daar heb ik slecht nieuws voor jou. Nee. Dus, nee, dat werkt dan. Maar ja, dat is ook niet echt één iemand in Duitsland waar iedereen naar kijkt met betrekking tot planten. Waar je dan wel weer terug ziet is op tv met een tv-kook bijvoorbeeld. Dat ze met zijn gezicht, Johan Lava of hoe ze allemaal heten, die komen dan bij de, als ze herbs verkopen in de tuincentra, dan staat zijn gezicht op het etiket. Want dan nemen ze weer die etenlink naar de planten. Ja. En zo iemand nemen ze mee, maar je hebt niet echt de plantsman van Duitsland. Nee, dus Duitsland heeft dus niet de tuincultuur zoals in ieder geval Engeland dan heeft. Nee, want soms krijg ik ook wel Engels tv, BBC. En dan ineens zag ik een competitie op tv van 2 jonge hoveniers voorbij komen. Waar ze gewoon op tv een wedstrijd hadden van wie balt de muis de tuin. Ja. Dat zou je in Duitsland echt nooit zien. Nee. Ook het. Maar ik ben een beetje op zoek naar die linken tussen die werelden, tussen kwekers in dit geval en architecten, hoveniers. Daar valt dan toch ook veel meer winst te halen als je als kweker, dat kan een Nederlandse kweker zijn of een Duitse kweker, samen met architecten de plant gaat promoten.
Ik zit me wat te bedenken, maar daar kunnen we volgens mij meer mee doen. Daar ben ik echt met je eens. Want ik zie ook vaak op beurzen, af en toe komt een tuinarchitect voorbij. En wij met onze nieuwe planten moeten dan even zeggen wat we nieuws erbij hebben. Maar ze zijn nog echt blij als ze een keer een goed advies voor een nieuwe plant krijgen. Want daar ontbreekt er nog veel plantenkennis bij die tuinarchitecten. Ja. En waar halen ze het vandaan? Van de hoveniersvakbladen of van die tuinarchitectenvakbladen dus. Maar verder... Ja, ze willen toch iets anders bieden dan de andere architecten. Dus moeten ze ook ergens aan andere informatie komen. Ja. Maar ik weet niet één channel waar het echt goed over gaat. Dus daar is nog veel werk te doen, denk ik. Ja, toch? Dat is heel interessant, vind ik. Want zoals Engeland reageert op de Dutch Gardeners dan. Dat heeft dan effect, zoals Gerard zegt. Zo kunnen we natuurlijk iets extra's eruit halen. Ja, ik denk ook dat er in Duitsland... Ja, Oudolf verhaal begint daar denk ik ook toch wel door te sluipen. Ik denk het ook wel. Je hebt Marnixpark, je hebt een 3-4-tal tuinen die hij heeft ontworpen. Dus, ja. Jawel, en die stijl van tuinieren. En die stijl sluit aan met wat Hermanshof bijvoorbeeld aan het doen is. Heel bekend. Berlijn heeft veel van dat soort voorbeelden. Ja. Het Roergebied komt ook van alles op. Dus ik denk toch wel dat het Oudolf verhaal een heel sterk verhaal is wat Nederland achter de hand heeft. Ja, en na Oudolf hebben we natuurlijk in Nederland nog veel meer hele goede voorbeelden. Maar dat kan allemaal werken. En zou dat dan ook, Oostblok, nou zit Erwin er niet bij, de Oost-Europese landen. Maar zouden we dat ook mee naar Polen kunnen nemen? Jij had het dan al even over Polen. Klimaat is dan al meteen heel anders. En de planten die ze gebruiken zijn vooral anders. Niet alleen qua winterhardheid, maar bijvoorbeeld een Duitse kwekerij bij mij in de buurt in Noord-Duitsland. Alles wat ze 20 jaar geleden hebben verkocht naar Duitsland, zeg maar, dat is nu in Polen. Al die grote picea, pongens, wat ook, wordt gewoon nu verkocht. En dat zou je in Duitsland echt niemand meer, niet eens mogen aanbieden. Dus... niet alleen de winterhardheid, ook de plantenkeuze is anders. En zeker ook de kleur. Maar je moet wel inzetten op een heel andere smaak. Ja. Wat zien jullie als het gaat over toekomst in de retail als grootste kansen en als bedreigingen, als afsluitende vraag, in het land waar je dus in thuis bent, hier om bij jou te beginnen, de grootste kansen en de grote bedreigingen van de toekomst van de retail? Laten we ons focussen op de kansen, dat is beter. Positief afsluiten. Kansen moeten we gewoon, elke kans moeten we gewoon grijpen om daarop op verder te gaan. En ik denk wat we daar straks aanhalen is informatie en het beeldmateriaal en het verhaal er rond, dat belangrijk is om dat gewoon mee door te dragen. Okay. En dat informatie. Je daar een sterk je sterk punt van kan maken. Ja. Jij er iets aan toe te voegen, Fokko? In Duitsland denk ik duurzaamheid. Duurzaamheid en dat duurzaamheid je kunt scoren? En regionaliteit, die twee. Regionaliteit, dus toch regio gebonden of herkomst? Je hebt in sommige cash and carry markten zie je wel een kleine logo. Wij zijn van hier. Ja, ja. En dat werkt toch. Werkt goed. Ja. Dicht bij huis blijven. Ja. Bij jou, Christophe, de grootste kansen voor de retail in de toekomst? Ik denk is compleet aanbieding. Ja. Ja. Okay, bedoel je productcombinaties? Dus dat je zegt van we hebben een Van plant. Boom tot de vaste plant in één plaats. Assortiment? Voor de souvenirs enzovoort. Je wil niet meer op de weg zijn, is te veel tijd te lossen op de weg. Ja, oké. Okay. Bij jou Gerard, Engeland, toekomst? Ik denk ook in Engeland de kennis heel belangrijk is. Dat we de kennis wat we in Nederland en België en Duitsland hebben om goed over te brengen, ook naar Engeland. Ja, ja. En zeker van Nederland naar Engeland is dat de kennis wordt steeds minder. Ja. Helaas. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben alle items gehad, hè? Ja, dan hebben we de items gehad. Resortiment, duurzaamheid, herkomst. Ja, ben ik even kwijt. Ja, de informatie Informatie en inspiratie. Die moet het totaalpakket, hè? Ja. Dan gaan we hier het derde deel over de toekomst van hashtag 365 Green mee afsluiten. Dat is dan ook het einde van deze derde tafelsessie.